Je Ziet ze vanaf november al ongeveer in de schappen van de supermarkt? De nieuwjaarsrolletjes of de knippetjes, zoals ze bij mij thuis genoemd werden. Ze worden net als oliebollen traditiegetrouw gegeten tijdens oud en nieuw. De platte, uitgerolde knippetjes, eind van het jaar en de rolletjes vanaf nieuwjaarsdag. Met slagroom ertussen. Heerlijk. En die rolletjes die symboliseren dan het nieuwe, nog onbekende jaar. En die knippetjes zijn een traditie in het hele Neder-Saxische gebied. Zelfs in Duitsland worden ze gegeten. En ze zijn meegenomen naar Flevoland. In Emmeloord zit de. De Drentse Vereniging het Nije Landschap al bijna 62 jaar. En daar kennen ze natuurlijk de traditie ook. Verslaggever Yannick van der Wouw is nu in Emmeloord bij Lamy de Graaf en Janna Vos. Janniek, ja, toen jij op zoek was naar het adres, ben je gewoon op de geur afgegaan van deze nieuwjaarsrolletjes. Nou, ik moet zeggen, wel bijna hoor. Het, het, het ruikt hartstikke lekker. Uh, op dit moment zijn ze al gebakken, ze liggen ook al, staan ook al op tafel. En uh, je, je, jullie hebben het geheim natuurlijk al een beetje half verklapt. Hè? Je eet de platte, die eet je blijkbaar met, met het, het oude jaar en de opgerolde in het nieuwe jaar. Maar waarom we dat doen, dat is nou de grote vraag. Het is natuurlijk een traditie, die komt uit Drenthe en de Neder-Saksische kant. Maar die is naar Flevoland gekomen tijdens de grote verhuizing, toen iedereen naar dat nieuwe land is gekomen. Nou zo ook de Drentse die bij ons zitten en stel jullie zelf even voor want ik zit hier met Lammy de Graaf en ik ben voorzitter van de Drentse Vereniging in Emmeloord kijk en ik ben Janna Vos en ik noem mijzelf een klein beetje hoofdknipertie hoofdknipertie want Janna ja, ik ben eventjes. ik ik heb dus ik ben uh, ik regel heel veel wat er gebakken moet worden waar het gebakken moet worden wie er meedoet en al die dingen meer en wat er op de markt gebeurt want jullie bakken de knippertjes ook voor de verenigingen? Wij bakken het uh, meeste doen wij dus voor de kerstmarkt. Die is hier in de Lange Nering begin december zo'n zo beetje. En dan uh, bakken wij voor de vereniging 70 kilo bloem. Maar als je een kilo bloem wilt verbakken, bij twee uur bezig. Dus er zijn heel veel mensen nodig om dat meel te verbakken. En dat doen we hier in het. Uh, een multifunctioneel centrum hier uh, in Emmeloord. En... en dan zitten we met een man of vijf, zitten we te bakken. Er is één die pakt ze in en er is één die maakt de, de balletjes. Want we maken de balletjes voordat we ze in het ijzer doen. Ja, want we hebben inderdaad hier knipetjes bij ons staan. Maar wat is nou het verhaal van die knipetjes? Er zijn een platte knipetjes, er zijn opgerolde uh, koekjes. Wat is nou de, de, waarom zijn ze plat en waarom zijn ze opgerold? Nou, dan begin ik eigenlijk even met de opgerolde knippetjes. Want uh, daar zitten alle geheimen in van het nieuwe jaar wat er aankomt. Dus dan weet je nog niet wat er allemaal gaat gebeuren in 2022. Wij weten wel wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. En uh, in de loop van het jaar gaat dus dat rolletje eigenlijk open. En als die helemaal plat is, dan zijn alle geheimen van het nieuwe jaar weer bekend. Dan weet je dus wat er allemaal gebeurd is. En dat is alleen dus. Aan het einde van het jaar? Ja, dus aan het einde van het jaar eet je de platten. Want dan weet je van wat er allemaal in het afgelopen jaar gebeurd is. En in het nieuwe jaar pak je de rolletjes. En daar zitten de geheimen voor het nieuwe jaar weer in. Even een, een, een snelle stiekem een vraag. Eten jullie niet wel eens stiekem ook een rolletje op oudjaarsdag of net iets ervoor? Dat zou kunnen. En als je het heel lekker wil doen, kun je er ook nog een beetje slagroom in doen. Ja. Maar de traditie is eigenlijk dat die hoort bij het 1, jan 1 januari. Ja, want jullie komen uit Drenthe ook allemaal. Hè? Jullie hebben allemaal Drentse roots en zijn ja. naar, naar Flevoland toegekomen. Ja. Al een tijd geleden, ja. voor de, voordat de Flevoland überhaupt Flevoland heette, volgens ja, mij. Plots. Ja, klopt. Dus hoe lang woont die, wonen jullie al hier? Ik woon uh, sinds 1974 in Emmeloord. En wij wonen hier sinds 1969. Dus ja. Dat is al een hele lange tijd. Dat hebben jullie al die is... tijd ook al die knippertjes op die manier gebakken? Is dat... Ja, ik, ik, mijn moeder deed dat altijd, dus dan neem je dat, neem je dat mee. Dus het is waardevol ook wel? Uh, ja, het is een traditie. En, want jullie hebben dan inderdaad ook een, een Drentse vereniging. Ja. Waar jullie met, met hoeveel mensen zijn daar nu lid? 200, 270. Oh, 270? Ja, wij hebben nog een levende uh, vereniging. En dat is, nou ja dankzij uh, onze, ons krantje, dat komt altijd nog vier keer per jaar uit, zelfs in coronatijd. Dus dan hou je de binding ook nog een beetje vast als je niks meer kunt organiseren. Ja. En dan, dan gaan we even terug naar de kniepertjes, want we, we hebben ze hier, hier staan. Ik, ik pak er even eentje, want ik mocht ze net al proeven. Ja. Dit is een dunne, denk ik, hè? Want je maakt ze, die nou, kan ze dikker die zijn en dunner maken. Bij... Vrij stevig, toch, deze? Deze zijn vrij stevig. Vrij stevig, ja. oké. Okay. En je kan deze ze dunner... Deze zijn in. voor op de markt. Kijk, oké. Okay. Dus ik ga er even eentje proeven, want ik ben wel benieuwd. Want... Het smaakt al heel erg lekker, maar het is zoetig. Ja, er zit ook een beetje vanillesuiker in en daar wordt het ook wel een beetje zoet van, denk ik. Ja, want wat, wat, hoe maak je nou lekkere kniepertjes? Nou, dan moeten we de expert op dit gebied er even bij hebben, want die kan dat heel mooi vertellen. Kijk. Nou, daar komt hij dan. Ik neem, wij nemen 500 gram patentbloem. Daar doen we 300 of 400 gram suiker in. Als je thuis nu meeluistert trouwens, pak even een blok papier erbij. Ja, dan kun je het opschrijven. Op, dan weet je hoe je het kan maken. Maar daarbij ben je nog wel een ijzer nodig. Hm. En uh, daarbij doen we 125 gram boter, drie eieren en een zakje vanillesuiker. Het is eigenlijk maar vijf ingrediënten. En daar maken wij dus een, een, een flink kneedbaar deeg van. En dat moet flink gekneed worden. Ik, ik heb dus zelf... Heb ik altijd het idee, je het deeg moet een beetje zweten. Dan is het goed bakbaar. Kijk. En, en als wij uh, de rolletjes bakken, dan verdun ik het wat. En dan kunnen ze het, uh, het keuze zo oprollen. Maar als wordt... ze eruit komen, zijn ze zacht. Of dat nou een knippetje is of een rolletje, dan zijn ze zacht. En dit is, want nu wordt even het, het, het knippetje de het rooster erbij gepakt, het, het ijzer, het bakijzer. Ja. Het ziet er rond uit. Je hebt een mooi figuurtje in het midden. Waar je dan waarschijnlijk het deeg in doet hè, om het, ja. om het, om het om te bakken. Ja. Ja. En dan, want we hebben dus de, nu de platte knieperties. Ja. Ze, de, ze komen zacht uit het ijzer. Ja. Maar hoe krijg je dan die opgerolde knieperties? Omdat ze zacht zijn, doen we er een stokje in. Van ter dikte van een, 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 een uh, pollepel, zeg maar. De, daarvan. En daar rollen we ze snel in op. Maar dat moet wel heel snel gebeuren. Want als hij een klein beetje afkoelt, wil hij niet meer draaien. Hoe, hoe snel moet zoiets gebeuren? Uh, ja, dat doet mijn man altijd. Hoe, hoe snel draai jij ze? Zo gauw mogelijk. Zo gauw mogelijk. Dat is, uh, ja. <laughs> Gewoon direct uit het ijzer. Zo uit het ijzer, want als je langer wacht, dan wordt die hard en dan is, kun je er niks meer mee. Hey, en dan hebben jullie nu dat, dat, dat platte koekje. Dat het kniepertje heb je ook natuurlijk dat is een um, Dan heb je het hele jaar heb je uitgespreid. Hoe ja. was dat voor jullie? Is het dan, was het een mooi jaar op die manier? Of was het een. Uh, ja, ach, overal is wat. Maar wat de vereniging betreft is het natuurlijk jammer door die corona dat je elkaar niet meer ziet. Kijk, dat is dus wel wat. wat dit jaar ook echt, kijk, dat is dus het stokje waar wij oh, dus. Oh, kijk, een stokje, in hout. Dat is gewoon een houten stokje, dus, Ja, wat je het hebt is gewoon huis. een houten stokje. Je moet het niet zo moeilijk maken. Rol heel snel op. Ja, of snel oprollen, even vasthouden en dan heb je een kniepertje. Ja, en dan heb je een rolletje. Ja. En dan nog, als je het thuis wil maken, wat is de grootste tip om thuis kniepetjes te kunnen maken? Deeg maken? Ja, deeg maken, goed, goed kneden, dat, dat is het allerbelangrijkste wat je uh, ermee kan. En dan kan je daarmee dus echt oud en nieuw feestelijk ingaan? Ja. ja. Want jullie hebben dan ook de kniepetjes hier. Vinden jullie ze zelf lekker? Eet ze veel kniepetjes ook? Nou ja, het is, echt, het is echt december, januari, dan eten wij dat spul. Verder in het jaar bakken wij ook geen kniepetjes. Nee. 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 Het is echt alleen oud en nieuw? Alleen... In deze periode bakken wij knippertjes. Ze zullen best le lekker zijn, hoor, in het, uh, midden in het jaar, maar wij bakken ze niet. Nee. Kijk, een oude traditie die vanuit Drenthe, Groningen en dergelijke naar Flevoland gekomen is, ja. die hebben we hier in Flevoland ook geadopteerd. Zelfs bij de Drentse Vereniging doen ze het nog altijd, ook in Flevoland, Jeroen en Regina. Um, dank jullie wel dat we hier mochten zijn en even mochten proeven en even mochten kijken naar de knippertjes. En dat jullie tips hebben gegeven. En um, veel plezier in het nieuwe jaar. Dankjewel. Ja, Janik van der Waal was dat. Vanuit Emmeloord. Hebben we Oh, Er wordt nog iets aan toegevoegd. Of is het al weg? Ja, nog even. Er wordt nog één ding aan toegevoegd, Jeroen. Sorry. Ja, tuurlijk. Uh, uh, als wij op de kerstmarkt staan, dan zijn wij in klederdracht. En daar bakken we dan uh, op de markt ook nog wat. En dan komen de mensen op de geur af. En zo uh, maken wij bekend uh, in Emmeloord wat knippertjes zijn. Met op de geur af dus. Jeroen, ja, je hoort het als ja. je dus nu in Emelord, naar Emmeloord gaat, op de kerstmarkt nog. Dan dat, dat kan je dus op de geur afgaan waar de kniepertjes gebakken ja, worden. Ja, maar helaas is er nu geen kerstmarkt nee. vanwege nee. de corona. Nee. Dus, nou, volgend jaar dan, ja, weer. Ja, dan, dan weer. Dank jullie wel. slag even, Janiek van der Waal was dat vanuit Emmeloord met uh, Lammy de Graaf en Janna Vos van uh, de uh, Drentse Vereniging Het Nije Landschap.